Naar aanleiding van onze actie tegen het afronden van belminuten kreeg Kassa de afgelopen weken heel veel mailtjes. En een ervan was bijzonder en ik wil hem u niet onthouden. Hij komt van een medewerker van Vodafone die we niet bij naam noemen. En hij schrijft: ik ben werkzaam bij Vodafone. En ik zag in jullie uitzendingen dat jullie het afronden van seconden naar hele minuten bij de mobiele providers niet eerlijk vinden. Nou, wat dacht u van parkeergarages waarbij je na 61 minuten gewoon 2 volle uren moet betalen? Dat is pas oneerlijk. Daar zou u aandacht aan moeten besteden. Nou, dat doen we dan. Bij deze. In Nederland hebben we 200.000 overdekte parkeerplaatsen. Per week parkeren we voor 14 miljoen euro in openbare parkeergarages. Meestal om te winkelen of om uit te gaan. We gaan de stad in, met z'n allen. Ja, makkelijk. Je bent zo in de stad. Is het dichtbij waar ik moet zijn? Parkeren is sinds de millenniumwisseling ruim 60% duurder geworden. We betalen tussen de 1 en de 8,40 euro per uur voor een veilige plek in een garage. De garages zetten zo'n 728 miljoen euro per jaar om. Maar wordt dat geld wel eerlijk verdiend? Stel, u gaat winkelen en parkeert in een garage waar per uur betaald moet worden. Als u na een korte boodschap net 1 minuutje te laat bent met betalen, bijvoorbeeld omdat u te lang moet wachten op iemand voor u, worden er direct 2 volle uren in rekening gebracht. Ja, dat is absurd. Dat is zonde van je geld. Ik betaal voor 61 minuten en niet voor 1 uur en nog een uur omdat ik toevallig 1 minuut er ben. Dat is gewoon tillen, dat is niet eerlijk. Het is normaal geworden hier. Of het correct is, dat is wat anders, maar het is normaal. Je moet dus goed de klok in de gaten houden. En op tijd terugkeren naar de garage als je niet nog een heel uur wilt afrekenen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Vooral als een garage niet per uur afrekent, maar er creatieve eenheden op nahoudt. Neem parkeergarage La Vie in Utrecht. Hier betaal je per 57 minuten. En op koopavonden en in het weekend zelfs per 50 minuten. Een getal waar moeilijk mee valt te rekenen. 57 minuten. Ja, dat realiseer je natuurlijk niet. Vind je raar iets? Meestal betaal je per uur of per half uur. Dat wist ik nog niet. Dus ik betaal voor 57. Dat is een standaard. Oké, wat vind ik daarvan? Ja, ik betaal liever gewoon voor echte geparkeerde tijd. Afronden op hele uren, rekenen met rare eenheden. Het wordt de automobilist onmogelijk gemaakt alleen te betalen voor de tijd die hij daadwerkelijk parkeert. Het gaat de parkeergarages dus klaarblijkelijk maar om één ding: geld verdienen.